Om Surinamers bewust te maken over ons immaterieel cultureel erfgoed, heeft het directoraat Cultuur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur een speciale training georganiseerd hierover. Vertegenwoordigers van verschillende culturele organisaties zijn in dit kader afgevaardigd om deze training bij te wonen. Het is de bedoeling dat de cursist de opgedane ervaring overdraagt aan zijn of haar eigen cultuurgemeenschap. Johan Rozer, beleidsadviseur op het directoraat Cultuur, zegt dat elke bevolkingsgroep elementen moet voordragen die uiteindelijk op de nationale inventarislijst geplaatst zullen worden. Als overheid is het directoraat thans bezig met het treffen van voorbereidingsmaatregelen. Er komt een nationale traditieregister. En dan zal het verder liggen aan de cultuurgemeenschappen om te bepalen welke van die tradities uiteindelijk immaterieel cultureel erfgoed worden. Dus een soort van oversteek maak je. Bij tradities heb je een bepaalde beschrijving, maar bij immaterieel cultureel erfgoed zeg maar, is de beschrijving nog ruimer en het onderzoek nog dieper. Want dan moet je ook wel voldoen aan de eisen zoals door de UNESCO gesteld. En daarbij heb je meteen de mogelijkheid om het op de werelderfgoed UNESCO-lijst te plaatsen. Maar de UNESCO schrijft voor dat elk land eerst een nationale lijst moet hebben. Dus wij moeten dus naar nu werken aan onze nationale lijst. En dan gaan we kijken welke elementen we kunnen voordragen om werelderfgoed te worden. In augustus zal de samenleving betrokken worden om elementen voor te dragen om op de lijst van nationale erfgoed geplaatst te worden. Deze elementen zullen vastgelegd worden volgens de standaarden voor het archiveren. Als voorbeeld van een element dat bewaard moet worden, noemt Rozer spelletjes zoals Jumbo Futu. Hij geeft verder aan dat er behalve spellen er ook andere domeinen binnen het immaterieel erfgoed zijn die bewaard moeten worden. Er zijn vijf domeinen die de UNESCO hanteert. Tradities waaronder gebruiken, rituelen vallen eronder. Taal is een van de gebieden. En daarnaast heb je dus ook verschillende niet tastbare uitingen. Johan Rozer, beleidsadviseur van het directoraat Cultuur. Onze nieuwsdienst sprak hem vandaag over de training die de bewustwording over het immaterieel cultureel erfgoed teweeg moet brengen onder de Surinaamse gemeenschap.